jaar is op voordracht van de sector erfgoed voorgedragen de raamroosters. Nou, dan feliciteer ik u in ieder geval van harte met het winnen van deze prijs. Ja, hartelijk dank. Ik ben er zelf ooit eens geweest met zo'n morgen meelopen of zo'n middag. Ja. Ik denk van ja, dat is toch wel geweldig dat zoiets in stand blijft. Oké. Hoe mooi dat is. Klaar om neergezet te worden. Zeker. En deze om aan maar die willen we graag opgehangen hebben naast de kist. Ik vind het eigenlijk heel bijzonder. Ja. Want ik was als een jochie erbij dat mijn vader dus in een spontane opbelling tegen de sloper zegt, ik wil die deuren hebben. Nou ja, die zijn dus naar ons bedrijf verhuizen op zolder terechtgekomen, jaren niet naar omgekeken. Tot hij tijd kreeg om die roosters eruit te halen en die deuren op te knappen. En ik weet niet of hij ze toen gekocht heeft omdat het dus uit zijn vak gezien, of dat het historische gevoel er een rol bij speelde. Waarom de begraafplaats de raamluiken heeft gekregen, dat is eigenlijk een voorstel geweest van de historische kring Haaksbergen. Ik denk dat meneer Overbeek meer kan vertellen over dat contact. Ik heb die raamroosters dus in mijn bezit gekregen. En omdat het dus, ik wist doordat ik als jongen erbij was dat mijn vader die roosters kocht, had ik een gevoel van ze horen en ze moeten in Haaksbergen blijven. Geef ik ze op een gegeven moment, één rooster zou ik in een deur kunnen verwerken, maar dan blijft er een rooster over, maar ze horen bij elkaar. En ik had ze bij mij onder een afdak hangen en op een gegeven moment kwam Jan van der Zander een keer langs en ik zeg van die roosters komen uit die en die woning. En het zou mooi wezen dat ze ergens weer een plekje in Haaksbergen krijgen. Nou, en daarop is dus vrij snel zijn ze alweer bij me gekomen van nou, we hebben wel een plekje en dat is de particuliere begraafplaats aan de Spoorstraat. Nou, we hebben een heel mooi tegeltje gekregen en ik denk dat we die gaan bevestigen op de poort. Want het is natuurlijk iets om trots op te zijn dat we zulke raamwerken hebben en dat we die ook zeker moeten behouden voor de toekomst. En ik wil nog zeggen dat wij in 2022 die via de historische kring deze raamwerken hebben gekregen. En wij heel erg blij zijn dat nu eindelijk de mensen die voorbij lopen een blik kunnen werpen op de begraafplaats. Dus vandaar dat wij hebben gezegd heel graag en zijn we heel dankbaar. Oh, welkom. Er was wel enige zorg, ook vanuit de vrienden van of de familieleden die daar begraven liggen, van hoe is het onderhoud? Willen we wel dat mensen dat kunnen zien? Want dat was niet alle jaren heel erg goed. Maar daarvoor ben ik ook heel blij dat Betsy en Bert hier aanwezig zijn. Want dankzij hen is het onderhoud van de begraafplaats nu ook een stuk beter. En zijn onze familieleden ook helemaal gerustgesteld. Dus heel veel dank voor jullie inzet. En ook veel dank nog aan Erik Ooyink, die ontzettend heeft geholpen met de genealogieën van alle gerechthebbende families. En en voor jullie prijs uiteraard. Ja. Wij zullen er goed voor zorgen.